kwam. Nou, ik zit te kijken naar Pau en ik geniet altijd van dat echtpaar. Die, Knoops bedoel je? Ja, het echtpaar Knoops. Twee van die hele keurige mensen, weet je wel. En wel hele goede advocaten. Wat zullen die doen voordat ze gaan neuken, die twee? Ja. Douchen. Ja. Nagels knippen. Ja. Mm-hmm. Ja. Tanden poetsen. Bril schoonmaken. Ja. Die hebben als die dus om 11 uur willen neuken, beginnen ze al om 3:30 aan de voorbereiding. Dat is echt serieus waar. Maar als ik, het zijn twee. Als ik die kop van die kroon zie, dan denk ik, als die dan helemaal kraakhelder schoon is, dan begint hij ook te beffen als een gek. Tenminste, als zij even de doos geschoren heeft. Absoluut, absoluut. Ik moet wel zeggen, ze waren laatst gast bij BNR bij mij. Ze laten elkaar eigenlijk niet uit het, ze vliezen elkaar niet uit het oog. Nee, maar onafgewoken bij elkaar in de buurt. Dat is een goed, degelijk stel. Ja. En ik denk, als je problemen hebt en je hebt juridische bijstand nodig en een vette portefeuille. Ja, dat is wel belangrijk. Want ze lijken me niet goedkoop. Maar goed, die zitten daar dan. En dan komt Marco Kroon met dat verhaal. En dan zit ik daar. Oh, ja. En dan gaat hij dat zitten vertellen en met gespeelde emotie of echte emotie, daar kan ik niet over oordelen. Maar dan zit je een oordeel te vellen. En toen was hij klaar met zijn verhaal. En toen kwam ik bij mezelf tot de conclusie, hier heb ik ernstige twijfels bij of dit allemaal waar is. Maar waarom zou hij dan zoiets extreems vertellen? Nou, het hele verhaal rammelde een beetje. Kijk, die jongen gaat in zijn eentje op zoek naar de man die hem verkracht heeft. Maar als je die man wil arresteren, dan ga je met een arrestatieteam, lijkt me. En toen die man ontmoette, toen die man had de Kalashnikov, en toen heeft hij geschoten. Maar toen hij zelf vertelde dat hij zijn hele mitrailleur op die man daarna nog leeggeschoten heeft, terwijl die man al of dood was of stervende, dan begint het bij mij een beetje naar een liquidatie te ruiken. In plaats van, ik begrijp best een oorlogsgebied dat er dingen gebeuren die niet in de normale maatschappij gebeuren, maar het verhaal kwam bij mij, en ik wil hem niet voor leugenaar uitmaken, want daar kan ik niet over oordelen, een tikje ongeloofwaardig over. Ook omdat ik hem een publiciteitsgeile cowboy vind. Maar je hebt natuurlijk het een en ander meegemaakt. Je bent nu een beetje Peter R. de Vries. Je bent aan het reconstrueren enzovoort. En jouw gevoelens daarbij. Nou nee, het is mijn interpretatie als tv-kijker. Hij overtuigde mij niet met het verhaal dat daadwerkelijk gebeurd was. Kijk, ik begrijp best als een man je verkracht hebt, dat je dan ontzettend rancuneus bent en dat je geobsedeerd bent en denk van, die zal ik krijgen. Maar als je hem dan neerschiet en je schiet dan nog je hele mitrailleur leeg in die man, dan zet ik daar mijn vraagtekens bij de motivatie. Oké, al dus Sherlock van Derksen. Maar je kunt alles wel in de bocht trekken. Ik vind het een beetje apart maar dit is natuurlijk best een serieuze zaak. En nogmaals, ik kan er nu over oordelen, ik ben er niet bij geweest. Nee, maar hij overtuigde mij niet met zijn verhaal. Ja, maar die twee zitten er ook bij, die ondersteunen mensen voor. Maar goed, die twee krijgen ook heel goed betaald voor hem te ondersteunen. Die zullen hem toch ook wel een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen, dat hij niet onzin moet gaan verkopen. Maar hij komt mij iets te veel in de publiciteit met zijn heldendaden en zijn cowboyverhalen. Want ik denk, de oprechte soldaat, die koketteert niet met zijn heldendaden. Want ik denk dat er nog wel een paar van die jongens lopen die opleiding in Roosendaal gevolgd hebben, die heel moedig zich gedragen in oorlogsgebied. Maar die horen of zie je nooit. Je kent maar één groene beret en dat is Marco Kroon. En dat is toch ook vreemd. Maar ik kan me voorstellen dat hij nu thuis zit te kijken en die zegt, wie denkt die Derksen nou dat hij is? Die Derksen die is kanonier van de 119e afdeling veldartillerie. En die heeft de Oost-Duitse grens goed in de gaten gehouden die tijd, ja. Die heeft de Russen, jongen. In de Koude Oorlog heeft hij inderdaad voor evenwicht gezorgd. Ja. Die man. Schutterputje. Jan. Schuttersputje. Ja. Wel goed dat je er bent, trouwens. We zijn nu inmiddels een kwartier onderweg. Ja. Jij zat achter een bureau. Je hebt nooit gevochten. Nee. In de opleiding, toch? Ja. Je hebt wel gevochten. En hoe was dat nou bij de BB? Vertel eens, zo'n avond. Was dat gezellig? Ja, dat was hartstikke goed. Ja? Hey, maar hoe was het bij de BB? Heel goed. Ja. Wat is de BB? Burgerlijke bescherming heette dat, geloof ik. Ja. Dat als je niet in dienst ging, als je in een watje was, dat ze dachten van, nou, dat is niks voor militaire dienst, dan moest je naar de BB, dan moest je noodverbanden leren leggen en zo. En bejaardenhuizen moest je assisteren. Mijn tijd had je dat al niet meer toen ik het leger in moest. Wilt u nog meer van deze
kostelijke video's zien, dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.